Oké, we gaan vandaag naar de BMW garage. Daar mogen we de verkoop interviewen. Als we klaar hebben. En als het goed is, zijn we binnen. 3, 2, 1. Wow, we zijn nu opeens blond. What the f***? Die kant op. Oh ja, wat is dit? Nou, we zijn vandaag bij de BMW garage. En wij mogen de verkoper interviewen over BMW. Wat maakt de BMW zo bijzonder? Ja, misschien zie je het ook wel op de reclames. Op de kenmerken van BMW is eigenlijk ook de slogan: BMW maakt rijden geweldig. Wanneer je in de auto zat, heb je echt zelf het gevoel van zo, dit is autorijden. Dat maakt het eigenlijk zo geweldig. Dus het is de band tussen BMW en Mini, dat is een goede. Mini is eigenlijk een dochterbedrijf. BMW heeft dat uiteindelijk erbij betrokken. BMW had vroeger veel meer merken. Als je nu eigenlijk ziet dat Rolls Royce, ken je dat? Dat ook nog onder BMW. Dan vroeger Rover, dat viel ook weer onder BMW. Van Rover hebben ze afscheid genomen. En Mini hebben ze 10 jaar geleden. 12 jaar geleden hebben ze dat weer naar zich toe getrokken en een nieuwe leven ingeblazen. Dus daarom is de omzet van BMW ook heel groot, toch? Nou, eigenlijk is de omzet voor nog wel een beetje los van elkaar zien. Want Mini draait zeg maar een omzet, draait aantallen. Dus het is wel eigenlijk echt een apart bedrijf. En BMW draait dat. En Rolls Royce draait het ook weer. Maar krijgt BMW dan nog royalties of zo voor produceren van die auto's? Uiteindelijk hebben ze wel weer invloed op en hebben ze er wel weer mensen uiteindelijk van het geld aan. Alleen wordt het even onder een andere naam geproduceerd. Wat produceert BMW eigenlijk? Wat bedoel je, wat produceert BMW? Motoren, ja. Wat voor type auto's? Ja, eigenlijk alle modellen die je hier om je heen ziet, die produceert uiteraard BMW. Wat ze verder nog produceren zijn motorfietsen. Ja. Ze produceren puur de motoren. Dus een speciaal type motor bijvoorbeeld voor een boot. Er zit een BMW motor in. Wat produceren ze nog meer? Ze hangen aan heel veel producten ook van hun logo. Die heb je achter een BMW fiets staan. Ja, dat is zo gek. Dus er zijn heel veel producten die ze produceren. Wie is de grootste concurrent van BMW? Qua omzet. Ik denk de grootste concurrent, ik denk dat dat er niet zozeer eentje is. Audi uiteraard, maar ook Mercedes en op het moment ook Volvo. Ik denk dat die drie, met BMW erbij, die vier merken, dat die elkaar continu in de nek zitten om het eerste te worden. Welke auto rijd je zelf? Ik rijd nu op het moment in een 2-serie. En het varieert hier heel veel. Dus de ene keer rijd ik in 1-serie en dan rijd ik een keer in een 3-serie. En dan mag je een M5 ophalen of een keer in een i8. Het varieert heel veel. Dus je krijgt auto's wel naar een lease, wel van BMW? Nee, bij leasen ze niet zozeer, hoe moet je dat zeggen? We hebben demo-auto's, een demonstratieauto. We proberen van elk model wat goed verkoopt, proberen we er eentje hier te hebben staan die we kunnen gebruiken voor proefrit. En wij moeten bijtelling betalen.
en zeg maar een stukje extra belasting wat je dan moet betalen omdat je die auto mag rijden. Die bijtelling die wil je zo laag mogelijk houden. Je wil zoveel mogelijk geld overhouden elke maand. Voorlopig, hè? En daarmee probeer je ja, eigenlijk een beetje een auto te kiezen die leuk is om te rijden, maar wat je ook zo min mogelijk kost. Dus dat wordt steeds moeilijker. Voorheen kon je 3 serie, 5 serie rijden en nu gaat het, ja, wordt het steeds wat minder. Ga je naar 2 serie, naar 1 serie. En de bijtelling wordt ook bepaald door de uitstoot of door de kracht van de motor? Ja, heel goed. Uiteindelijk wordt de bijtelling bepaald of de bijtellingscategorie afhankelijk van hoeveel gram CO2-uitstoot de auto heeft. De norm ligt nu op 106 gram. Voor de 21% categorie. Alles daarboven zit in de 25% categorie. En dan heb je tot met 49 gram. Dan zit je in de 15% categorie. Dus het is dan ook echt zo, hoe meer geld je hebt, hoe meer zeg je eigenlijk als je niet uitstoot van CO2. Sorry, hoe meer geld? Ja? Nou, zeg maar, als je heel rijk bent, dan zou je gewoon een hele. Een mooie auto kopen die heel veel uitstoot. Ja. En als je wat geld niet hebt, dan kan dat niet. Ja, ja. En het is maar net een beetje wat je ervoor over wil hebben om een mooie auto te rijden. Ja, je kan een 1 serie rijden, kost mij per maand zeg maar 150 euro. Wat ik zelf moet betalen aan belasting om die auto zakelijk en privé te mogen rijden. Als ik wil, kan ik ook die M4 rijden. Maar dan moet ik per maand 1500 euro betalen. Naast me andere belastingen. Nee, okay. Dus dat is een daardoor, ja, je wil ook geld over waarom leuke dingen blijven doen. En je zit hier midden in de auto's, dus je bent elke dag mee bezig. En vandaar dat je dan denkt, waar, dan maar wat minder. Hoe lang werkt het over een klein beetje. Wat gaan we doen dan? Een BMW kopen. Ja, kom! Hallo, welkom bij BMW Dobbelstein. Wat zoekt u voor een auto? Die! Een mooie zuinige auto, niet naar een bus. Nou ja, ik heb nog wel een mooie auto. Kom op die. Nee joh. Prachtig. Inderdaad, je roept al je vrienden bij elkaar en neemt een supercoole videoclip op in de dichtstbijzijnde speeltuin. Hoi man, hoe gaat het? Filmen. Wat gaan we doen? Help me, ja, dat lijkt er al. De volgende beelden kunnen schokkende inhoud bevatten. Meekijken met kinderen onder 8 jaar wordt geadviseerd. Hey, Daoud. Gaat het? Ah, oh, nee, echt niet.
Oh nee, het gaat echt niet. Oh, oh fuck. Oh. Ja. Oké, zet stop. Dikke BMW. Oh.